Een noodlottig ongeval aan de poolkade in Schravenzande zaterdag. Een 50-jarige vrouw uit Schravenzande is onder een auto terechtgekomen en heeft dat niet overleefd. Ook een 85-jarige Haagse is gewond geraakt. Ze is naar het ziekenhuis gebracht vanwege een flinke hoofdwond. De politie gaat uit van een zeer noodlottige samenloop van omstandigheden en doet verder onderzoek naar de zaak. De twee betrokken auto's zijn in beslag genomen voor onderzoek en getuigen worden gehoord.